Dat kan gebeuren, ja. Ik had niet zo lang geleden een kleine woordenwisseling of alleen gewoon een discussie, zoals het ook hoort. En dan merk je dat men toch snel dingen zegt zoals: is alles oké met jou? Ben je wel in orde? Terwijl als een man kwaad op tafel sluit of van zijn oren maakt, gaan ze nooit vragen: is alles oké met jou? Maar dat soort kleine dingen zijn echt te verwaarlozen. Voor de rest heb ik niet het gevoel op geen enkel gebied dat ik tegengewerkt word als vrouw. Helemaal niet. Wat wel zo is, denk ik, is dat een man dit verhaal helemaal anders zou vertellen. En ik denk dat daarom Tom uiteindelijk ook beslist heeft om mij de regie te geven, want er zaten al 3 andere regisseurs op te azen toen ik met de vraag kwam dat ik die film wou verfilmen. En ik herinner mij dat ik moest echt een soort van sollicitatie doen met Tom. Ik heb hem 's morgens Verliefd laten zien. Ik was er nogal gerust in dat hij dat goed zou vinden, omdat dat nogal een kitscherige film is. En Tom ook wel houdt van kitsch en over de top. Dus daar was ik heel gerust in. En dan moest ik een sollicitatiegesprek doen. En ik was de enige die Jan Meerman, Tom Lanois, als hoofdpersonage wou en niet de moeder. Maar dat alles van het Jan verteld wordt, dat beviel hem al heel erg, terwijl al de rest het allemaal via de moeder vertelde. En een tweede, en dat zei hem toen hem zei van: je hebt het. En je zou eens moeten weten hoe blij mijn moeder zou zijn, moest ze weten dat jij het doet. Eén, een vrouw en dan ook nog jij. Want ze vond jou zo'n fantastische actrice. Dus dat was gewoon zo van: yes, leuk. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.